Lambeck, Jurgen Bauer. Baan 8 voor PSV, Stijn Simons. En op baan 9 voor VVZ, Thomas Janssen. In die tweede helft van de race wordt de verschillen kleiner. En we hebben de nieuwe leider, dat is Kasper Boersma in plaats nummer 4. Maar zoals ik zeg, de tweede positie van Sander Koorman, zij brengt aan in positie nummer 2. Denk een beetje voor. Dat is Kasper Boersma in ieder geval aan de leiding. 6:43, tweede tijd van Koorman. En de derde tijd op dit moment voor de Duitsers Snitko. Laatste 50 meter van deze heren, de voorsprong nu ruim voor Boersma in maat nummer 4. Boersma van de Winkel, tweede tijd in handen van Hooymans. En dan Snitko in derde positie. Is dat een beetje stuiverswisselen tussen de twee heren? Dat wordt heel spannend wie daar het eerste aan gaat tikken. In ieder geval vooraan Boersma, hij is de nummer 1 in deze serie 4-0-9-15. Het is er voor Hooymans, 14:89. En dan zien we daar een 1600 later van Marcel Snitko, 4:11:05. 4:09:53, Boersma de snelste tijd tot nu toe. Deze 400 meter rijstak. De uitslag in beeld. We gaan verder met serie nummer 4.